Dus we gaan kijken naar de pattern tutorial. Dus hoe je een patroon kunt aanmaken met behulp van features. Hier heb ik alle tutorials naast elkaar staan. En dan gaan we deze bekijken. Dus dit onderdeel kan ik meteen hier openen door daar te klikken. Heel soms doet hij dat niet en dan moet je zelf gaan kijken waar SolidWorks geïnstalleerd staat. En dan onder die directory, onder samples, tutorials. Die directory kun je dan vinden, gewoon met de Windows Explorer. Dan kun je dat dingetje, het onderdeel. Of soms is het een samenstelling, die kun je dan ook daar direct gaan openen. Maar goed, hij opent hem nou wel door hier te klikken. En dan ga ik eens het onderdeeltje aanpassen. Dus daar zit als het goed is al het een en het ander ingetekend. En we gaan een andere weergave kiezen. Dus dat willen ze in de tutorial gewoon even laten zien. Dat je het onderdeel ook anders op je scherm kunt gaan weergeven. En vervolgens gaan we hier een gat maken. En dat gaan we nou voorzien van een patroon. Om met weinig handelingen toch makkelijk een flink patroon te kunnen gaan aanmaken. Verder doen ze in de tutorial net iets anders. Ze kiezen daar eerst het feature. En dan vervolgens gaan ze een sketch maken. Dus ze gaan eerst aangeven dat ze een kurkstoet willen maken. En dan een sketch. Vind ik persoonlijk niet de fijnste manier van werken. Dus ik ga eerst een sketch maken. En dan daar achteraf mee een feature mee aanmaken. Goed, dit is het patroon wat we moeten sketchen. En daar vervolgens een kopie van maken. Een aantal kopieën. En dat doen we dan met het handige slopgat sketch tooltje. Kun je snel en makkelijk zo'n slopgat tekenen. 1, 2, 1, 3. Vervolgens bemating erin geven, die staat hier weergegeven. Dus deze afstand is 60. Kijk, deze afstand 10. En dan nog een afstand van 5. Aan deze kant. Nou, staat hier nog niet helemaal goed. Dat komt omdat ik nog niet aan had gegeven dat dit onderdeel dan horizontaal boven die oorsprong moest zitten. Dan kan ik in het begin een hulplijntje voor tekenen, dat is het makkelijkste. Een hulplijntje en die dan verticaal zetten. Zo. Die aangeven dat die verticaal is. En dan staat die goed. En je mag ook, als je al meer ervaring hebt, kun je een andere werkwijze kiezen. Die is ook makkelijk. Dan geef je gewoon een relatie tussen dit punt en met de control selecteer je dit punt. En dan zeg je dat die dus verticaal ten opzichte van elkaar staan. Verder had ik hier een verkeerde maat ingegeven. Dat had een totale afstand van 5 moeten zijn. Ik zie ook aan het plaatje dat dat slopgat een stukje kleiner is. En vervolgens is het een simpele tutorial. Ik maak hier een kurkstoet mee aan. En dan vervolgens twee keer een patroon. Dus ik kies hier als eerste dat hij door alles heen moet gaan, dat gat. Oké. En vervolgens maak ik twee keer een patroon aan. Dus daar heb ik wel dan een recht lijnstukje voor nodig. Even kijken of ik deze sketch zichtbaar kan maken. Er zit een recht lijnstukje in. Dus ik zie nou die sketch niet op het scherm. En als ik een brilletje aanzet, zie ik hem wel. Dan kan ik dit rechte lijntje gebruiken om patroon aan te maken. Dus een lineair patroon in deze richting. Daarvoor had ik die sketch dus aangezet. Vervolgens kan ik het feature hier in het grafische scherm selecteren. Maar ik kan ook, als hier dus een commando actief staat, kan ik dat feature ook hier zo terugvinden. Die kurkstoet. Dan gaat hij natuurlijk precies de verkeerde kant op, maar die kan ik wisselen. En dan moet ik even kijken wat die instellingen moeten zijn. Spacing moet op 10 staan, dan staat hij, dus dat is goed zo. En vervolgens moet ik ook nog een aantal keer daar een circulair patroon van maken. En als ik zo zie, is dat een plaatje te zien 3 keer. Dus dan kies ik met de circular pattern, moet ik een as aanwijzen. Het mag een rechte lijn zijn, dus deze rechte lijn als as, maar ook een cirkel is vaak makkelijker. En dan wil ik dat instellen dat ik 3 kopieën krijg over 360 graden. Dan staat hij op 7. Door die equal spacing verdeelt SolidWorks dat dan helemaal precies nauwkeurig over die 360 graden. Dus als ik hier 3 instel, heb ik die tutorial afgerond.